Zo, de maag is weer gevuld en wij kunnen verder. Voor een tochtje door Chinatown bijvoorbeeld. De grootste attractie is het Tanaka Theater, waar je uitgenodigd wordt op een show van computergestuurde zingende vissen en bloemen. Ja, ja. Hier is de show. Vandaar naar het nabijgelegen spookhuis met de naam Raja Gaja. Griezelen dat je er kippenvel van krijgt. Zeker de moeite waard dus. De weg tussen Chinatown en de Far West is bezaaid met allerlei spelletjes en attracties. Voor elk spelletje moet je apart bijbetalen. Bij momenten hadden we de indruk verzeild te zijn geraakt in een enorm lunapark. En hou de kinderen dan maar eens weg van die spelletjes. Voor de meeste spelletjes moet je per spelbeurt 20 frank betalen en dat beviel ons niet erg. Regen kan natuurlijk de pret een beetje bederven, maar ook daar heeft men in Fantasialand wat opgevonden. In verschillende winkeltjes kan je immers voor 3,5 mark een doorzichtig plastic regenjasje met kap kopen. In het Far West dorp lopen we recht de zilvermijn binnen. Ook hier weer lange rijen aanschuivende om de uitbeelding te zien van het leven en de sterke verhalen van cowboys en indianen. Bij het buitenkomen heb je weer verschillende huisjes met spelletjes waar apart voor moet betaald worden. Gewoonlijk 20 frank per spelbeurt. Als je overal één keer wil meedoen, ben je al snel 20 mark of 400 frank extra kwijt per persoon. Vandaar leidt de weg naar de wildwaterbaan. De hele baan wordt continu bewaakt door camera's. De attractie zelf is een van de betere in zijn soort. Bij het benedenkomen staat er een fotograaf klaar om uw grimas voor het nageslacht te bestendigen. Je bent vrij de foto te kopen. Kostprijs 11 mark of 220 frank. Wij kochten hem niet. Maar de spectaculairste attractie is zeker de enorme rutschbaan, met een treintje dat een adembenemende snelheid haalt. Wie er zin in heeft, kan aanschuiven voor een spetterende show met een imitatie Michael Jackson en Diana Ross. De show loopt om het uur en de toegangsprijs bedraagt 2,5 mark of 55 frank. Je krijgt er dan wel een gratis frisdrankje bij en dat is dan weer niet duur. Als je ondertussen doorheen je marken zit, geen probleem. In de Far West Bank kan je geld wisselen. Naast de bank zijn er in het dorp nog een drukkerij waar je je eigen naam kunt laten drukken op een poster of je kan je laten fotograferen in retro-stijl. Prijs voor een ingekaderde foto, 550 frank. De veiligheid in Fantasialand is wel overwogen en getuigt van een typisch Duitse degelijkheid. Op twee plaatsen in het park is er ruimte voor eerste hulp bij ongevallen. Eén in het oude en één in het nieuwe gedeelte. Ter plaatse is er een bedrijfsbrandweer en een ambulancedienst die onmiddellijk uitrukt als er wat misloopt. Via een